Jan, via jou wil ik allereerst H&S Coldstores feliciteren met het winnen van de All-in Werkgeversprijs voor de gemeente West-Maas-en-Waal. Uiteraard moet ik zeggen dat ik het jammer vind dat ik hier zit en dat ik het je zo moet vertellen, want ik was liever naar jullie toegekomen om te komen vertellen dat je hem gewonnen had en de prijs te overhandigen. Ja, want dat is natuurlijk altijd mooier. En zeker voor het allermooiste van het winnen voor inclusief werkgeverschap. Dat is eigenlijk waar we met z'n allen voor staan. En waar ik altijd zo blij van ben dat ook H&S Coldstores dat heeft op willen pakken. Binnen regio Rivierenland vinden we het heel erg belangrijk dat iedereen zich in wil zetten om juist iedereen een kans te geven. Vanuit Werkzaak werken we vaak met talent werkt in Rivierenland. Nou, jullie laten zien dat dat ook daadwerkelijk kan. En dat is het mooie wat je inderdaad bereikt hebt. En daarom willen we inclusieve werkgevers dan ook extra in het zonnetje zetten. Nou, en dat is in dit geval H&S Coldstores geworden. Waarom heeft H&S Coldstores nu gewonnen? Want dat is natuurlijk daarnaast belangrijk. Nou, we hebben in het verleden wel eens gesproken over de mogelijkheden die jullie hebben. En toen heb je gezegd van nou, we willen heel graag wat meer. We willen wat meer mensen laten participeren. Hoe kan dat nu? Nou, en jullie zijn inderdaad naar aanleiding daarvan vaker in contact gekomen met Werkzaak. Je bent meer gaan kijken van hoe kun je ook de doelgroep meenemen. En dat is het mooiste wat er gedaan is. Je gaf aan, ik weet dat je met mij ooit een keer gesproken hebt van hoe kunnen we met een film duidelijker maken dat H&S Coldstores mogelijkheden heeft. Want ze kunnen niet allemaal komen, want het is wel op zich wel, doordat er veel vervoerswegen zijn, kun je niet iedereen alles laten zien. Maar met een film kun je nog meer laten zien. Nou, dat soort dingen zijn opgepakt. Maar jullie hebben ook daadwerkelijk afspraken gemaakt met de accountmanager van Werkzaak. Jullie zijn gaan kijken van welke mogelijkheden zijn er. Ik weet dat er een mooi filmpje is gemaakt waarin echt ook nog eens meegezegd van hoe werkt dat nu in zo'n koelcel, hoe werkt dat nu in een koude omgeving en wat kun je ermee. Nou, jullie hebben begin 2020 een statushouder aangenomen. Ja, en waarom laten zien dat ook die gewoon mogelijkheden hebben binnen jullie bedrijf. Ja, jullie hebben een jongere aangenomen. Ja, om op te leiden voor heftruckchauffeur. Proberen inderdaad echt mensen te geven, kansen te geven, ook al hebben ze dat nog niet helemaal in zich, maar je wilt ervoor gaan. Juist daar waar je krap zit in je arbeidsmarkt, daar waar je krap zit in de mogelijkheden om in te vullen, zoek je samen met Werkzaak naar mogelijkheden om inderdaad mensen kansen te geven. Dat vinden wij het allerbelangrijkste en dat is de mogelijkheid waarom we jullie in dit geval willen feliciteren. Omdat je voor die verschillende doelgroepen klaarstaat, hebben we gezegd van deze keer H&S Coldstores, bedankt voor wat jullie willen doen. Super voor de inzet die je hebt daarvoor wil doen. En komende week wil ik je graag vragen om de post in de gaten te houden. Want dan ga je natuurlijk nog niet vertellen wat je krijgt. Om de post in de gaten te houden en dan te zien op welke manier wij jullie als bedrijf, en ik doe het nu via jou, dat de meeste contacten met jou heb. Ja, maar uiteraard geldt dat voor je directie, voor alle medewerkers, voor heel H&S. Ja, op deze manier graag samen blijven werken. Nog meer gaan voor die mensen die het nodig hebben. Samen werken aan een inclusieve arbeidsmarkt. Samen zorgen dat iedereen kansen krijgt om mee te doen. Jan, bedankt. Namens Werkzaak, Stichting Rivierenland. Namens de hele regio. Dit willen wij graag voortzetten. Bedankt.